De nationale voorleesdagen zijn woensdag begonnen. Tijdens deze dagen wordt er extra aandacht besteed aan het voorlezen aan jonge kinderen. In Arnhem werd afgetrapt met een voorleesontbijt in de bibliotheek. Er zijn verder in de bibliotheek in Rozet, Kronenburg en Presikhaaf veel verschillende activiteiten deze week. Zo is er een theatervoorstelling van Pet en Pat in de bibliotheek in Kronenburg. Voor het volledige programma kunt u kijken op de site van Rozet.